maak je nou een meisje van 7 en 8 jaar. En dan is de meisje weer goed weg. Maar er is toch een hele snelle dame heel erg goed weg, hoor. 1,10 meter. Zij sluit aan als tweede aan. En dan gaan we eens even kijken wat er daarachter gebeurt. Want dit is nog niet de Sinsa. We gaan kijken in de 100 en 8 gaat. En kijken, dus dat bij een Sinwakkers. Zij gaat er gewoon op de derde positie. Ten wel op 4. Dat betekent de 5e positie volgens ons voor Jolie Elsloot. Maar die laatste rode dames zitten heel erg dicht bij elkaar. En dan moeten we wat gaan veranderen. Als het helemaal voor elkaar goed uitgaat, moet je daaruit doen dan. Is het nog een lijstje die hierin staat pakken vandaag. Tweede positie is nog steeds in handen daarvan van Evi Peters. En wat gebeurt daarachter? Inderdaad, een derde plek is er voor Paya Steenbakkers. En het wordt voor die vierde en vijfde heel erg spannend. Houd vier, is het de rechts, Jukt en Lam. En de vijfde plaats is voor Jo Nielsen.